zevende doelpunt Gijs. Gescoord na 68. Uit een assist van nummer 40 Mike Kroenhoff en nummer 27 Fennel Mulder. Dat moest allemaal vlak vooruit. Met de zwembandjes. Ja, waar? Waar? Waarom moet jij dat zeggen? Nee, Gijs is niet. Gijs was een speler. Is hij dood? Oh, die. Maar we net de stilte hebben gehad. Huh? Die stilte van hem niet. Oh, doe het. Flamingo! Sowieso. Het team van de Amstel Tigers wordt bestraft met een Vince Minor penalty for too many players on the ice. De tijd 54 minuten 56. Too many players. Weg Molly! Weg Molly! Molly!
Foutje van de zaak. Ja, nee, ik ben er helemaal zat van. Waarom is dat waar? Eigenlijk zou je hier het geluid onderweg moeten halen en je eigen tekst onder te zetten. Boutje, boutje. Amsterdam. Brian, Brian, Brian. Draaien, 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 draaien. Gaat dat afdraaien? Die werkt door. Ja, Lon! Kom op, Daniel! Ja, Lon! Lon voor jou! Kom op, Daniel! Kun je niet vergroten, hè? Nee. Want hij spiegelt ook altijd de camera bij me. Ja, draag! Dit is wel dan. Martin van de Amstel-tijgers, Bobby van Muschel, 2 minuten tripping. De tijd 56 minuten 46. De Amstel-tijgers spelen hier met 4 spelers. Waar gaat hij helemaal daarheen? Hij wil graag dat ze gaan scoren. Wie? Die Amsterdammers. Die willen dan. Oh, die willen tijd trekken. Ja, die willen graag dat Groningen gaat scoren. Ja, ze willen gewoon tijd trekken, zodat zij weer terug kunnen komen. En er is wel eentje terug, ja. De laatste 2 minuten van de 3e periode zijn ingegaan. Nummer 12 van Gijs, Kenneth Keizer, 2 minuten tripping. De tijd is 57 minuten 59. Body check, master. De Amstel Tijgers spelen weer volle sterkte. Ja,